Maandag zijn de examens. Zijn ze er klaar voor of hebben we misschien nog handige tips? Wij gaan de straat op. Heeft u nog tips voor de zenuwachtige kandidaten? Ja, vooral niet te vroeg naar bed gaan. Een goed biertje nemen. Nergens van wakker liggen. En dan gewoon aan de slag. Dus eigenlijk zegt hij dronken de examens maken. Dat is een lichtelijk overdreven. Maar het mag best een slokje door de avond ervoor. Maandag zijn de examens weer. Ja. Yes. Hebben jullie ze al gehaald? Ja, ik heb hem gehad. En hebben jullie nog tips voor de zenuwachtige kandidaten? Maak een goede spiekbriefje, dan komt alles goed. Heb je misschien nog tips voor de mensen die examen dit jaar doen? Niet echt. Gewoon goed leren, man. Gewoon in de boeken kijken. Heel veel samenvatten, dat hielp bij mij heel erg. Ja? Gewoon leren. Dus jullie hebben maandag de examens? Ja. Kijk, dit moeten we hebben. Zijn jullie zenuwachtig? Nee, totaal niet. Ga je het halen? Ja, makkelijk. Want hebben jullie al goed geleerd? Nee, niks. Hele jaar niet. Ben je gewoon te slim? Ja. Ja. Ik kom van het VWO, maar ik doe nu basis. Hoe dat? Ik ben te lui. Ja. Ik heb hier gewoon te maken met twee luie motherfuckers. Ja. Oké, veel succes maandag wel. Ja, dankjewel. Of er nu een nieuwe Einstein opbloeit, bedoel je? Nou, uw kind eigenlijk. Een kind, bedoel je? Ja, natuurlijk wordt het een nieuwe Einstein. Ja, die gaat over een aantal jaar schoolexamens behalen? Dat denk ik wel, ja. Denk je dat gaat halen? Tuurlijk. Ja. Komt ja, denk wel. Was het politie-examen eigenlijk moeilijk? Ja, ik ga even geen antwoord geven als je het niet erg vindt. Oké, maar het schoolexamen, is die bij u wel goed gegaan? Ja, prima. Ja? Maar ik loop er even door. Ja, is helemaal goed. U moet weer hard werken natuurlijk. Ja, prima. Boeven vangen. En ik... succes, hè. Zoals we te horen hebben gekregen, is het politie-examen niet te moeilijk. Dus mensen, kies daarvoor. En de tips zijn gewoon goed slapen en een lekker biertje erbij. Laters.